Zo ben ik niet. En dat heb ik nu wel gedaan. Als ik jou was, zou ik even je neus snuiten. Misschien moet jij er even niet mee bemoeien. Het was goed bedoeld. Oh hier. Ja, laat maar. Wil je drinken maar eens? Nee, dank je. Ik had eigenlijk koffie meegenomen. Tissue? Voor je. Wat terug. Hier, druk. Nee, dank je. Je bent je spullen ook echt aan het eten? Ja. Ik heb net aan gevraagd. Maar ik bedoelde het net over neusnuiten goed bedoeld, omdat je ja, weet ik. Neus hebt. Ja. Het is niet wat je jezelf van voor had gesteld. Hier? Ja. Nee, ik ben voorgelogen. Maar waar heb je precies moeite mee? Met de groep. Ja? Ja. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, deze groep is echt super lief. Deze is? Super lief. Super lief? En ze lullen allemaal over elkaar. Niemand is eerlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Er waren momenten in één dat ik mee heb gemaakt. Kon ik niet een kamer inlopen en het viel stil en niemand wou met me. Ja, gebeurt hier ook, Jesse. Om te slapen. Er waren momenten in één dat Kees niet eens bij een vergadering over hemzelf aanwezig mocht zijn. Dan moest hij buiten wachten totdat de vergadering over hem klaar was. Ja, weet ik. Dat is pas heftig. Ja? Ja, die heeft het ook moeilijk gehad. Ja, weet ik. Ik lijk heel veel op hem. Ja, maar toch ook weer niet. Ja. Ik bedoel, als ik eerlijk met je mag zijn, ik denk dat ik dat mag, toch? Natuurlijk, ja, wel. Je hebt ook tegen Kees gezegd dat je de oudere doelgroep vertegenwoordigt. Ja. Proberen met een aantal mensen gewoon iets normaals te doen. Normale gesprekken te hebben. Ik bedoel dat echt niet aangaan. Nee. Ik bedoel dat goed voor je. Dat je dat wel even weet. Ja. Ja? Yes. Ja, dan willen ze vanavond gezellig een wijntje gaan drinken. Sorry hoor. Maar ik ga niet schijnheilig met een wijntje drinken. Zo zit ik niet in elkaar, Jesse. Nee, maar daar kun je ook gewoon nee op zeggen. Dat heb ik ook gedaan, al meerdere keren. Nee. Heb ik ook een paar er staat niet voor niks dingen in mijn post. Ja. Ja. Ja, Utopia is een hele bijzondere plek. Ik heb in Utopia 1 heb ik ook met sommige mensen heb ik heel vaak ruzie gekregen. En uiteindelijk dan kom je buiten en dan relativeer je het. En dan denk je, ja weet je, onderaan de streep is iedereen hier voor zichzelf. Je probeert je eigen belangen te behartigen. En daarin gaan mensen gewoon heel erg ver. En dat valt nu op dit moment eigenlijk nog best wel mee. Mensen doen niks hier. Ik was van de week ook boos na de vergadering. Iedereen roept, ik wil zo graag iets organiseren. Ik wil zo graag iets organiseren. Op dat moment wordt er geroepen wie organiseert de volgende markt. En iedereen houdt zijn bek dicht. Waar ben je hier dan voor jezelf, weet je? Ja. Ja, dat is niet meer waar. Ik en Ger gaan doen. Ja, oké, maar jij zegt uiteindelijk, ik doe het wel. Ja. Maar twee dagen daarvoor heb ik allemaal gesprekken met mensen gehad dat ze dingen willen gaan doen. Oh, zo bedoel je. Ja. Omdat ze er nooit de kans voor krijgen. Ja. Ja, dan valt mijn mond per verbazing open en dan denk ik, oké. Dat is firma van Planeco. Ja, en dan ga ik dat ondertussen allemaal mensen daarmee confronteren. Ik heb dat gedaan, ik heb mensen ermee geconfronteerd. Ja. Ja, waarom roep je twee dagen ervoor en ga je nu helemaal niks doen? Ja, wat de fuck ben je hier aan het doen dan? Ga lekker naar huis dan. Onderaan de streep ga je er zelf van onderdoor en ga je zelf naar huis. Ja, maar ik heb daar geen zin in, Jesse. Ja, nee, maar ja, dan heb je wel je hele toekomst af laten hangen van een paar... Ja. Van een paar imbecielen. Ja, dat weet je. Dat is een zonde voor jezelf, Maris. Ja, maar ik wil verder je zien. Jij zegt zelf ook dat het met deze groep niet verder te gaan valt. Ja. Ja, daar ben ik toch voor binnengekomen. Ja. Ja. Ja.
Dan moet je misschien de focus verleggen naar iets anders. Ja. Maar het geeft niet dat iets niet werkt op de manier waarop je denkt dat je, waarvoor je bent binnengekomen. Maar dan stel je de plannen bij. Ja, maar ik kom hier niet voor mezelf. Huh? Ik kom hier niet voor mezelf om dingen te leren, heel eerlijk. Maar dan ga je dat wel doen. Nee, maar ik weet, zou geen eens weten wat ik zou willen. Nee, nou dan ga je dat uitzoeken. Dan ga je gewoon iets bedenken waar je hier een finoloog. Ja, maar dan kan ik thuis ook en dan kan ik mee gaan reizen. Dat moet ik met finoloog doen, dat kan hier niet. Nee, maar je kan de basis wel leren. En zo zijn er nog vast wel meer dingen waar je de rest van je leven... Kijk, onderaan de streepje, je bent niet heel jong meer, maar je bent ook niet oud. Dus dit is wel de plek waar je bepaalde dingen kan leren. En als je daar deze plek voor kan gebruiken en in ieder geval niet terug hoeft te komen en straks met niks te gaan zitten. Je kan nu de keuze maken of je gaat terug en je zit waarschijnlijk met niks. Ja, ik moet solliciteren. Ja, of je blijft hier en je kan een paar dingen gaan doen waar je waarschijnlijk in de rest van je leven nog wat aan hebt. En je maakt je net even ietsjes minder druk op dit moment om de rest. Ja, maar dat doe ik al. Dat probeer ik al dagen. Oké. Okay. Ja. Dan denk ik, maar eens bijt maar weer op je lip, weet je. Ja? Ik heb het gevoel dat je heel erg vast zit nu op dit moment in je gedachten. En dan maakt het ook niet zo heel veel uit, toch, wat ik zeg? Nee, ik ga toch naar huis. Ja. Dat is voor mij... staat het boven water. Weet je, want anders gaat de bom echt barsten en dat wil ik niet. Dan ga ik iedereen echt duidelijk een keer de waarheid zeggen. Waarom zou je dat doen? Ja? Omdat ik je dan met boten al over de poort heen flikker. Zo ben ik. Nee. Bijvoorbeeld. Ja. Of trek dat de hele tattoo... heb ik je niet misdaan, toch? Of ik trek de hele tattoo shop leeg. Ja, zo ben ik. Hm. Ja? Maar heb ik je zoveel misdaan? Nee, jij op zich niet, nee. Hm. Maar je hebt het beste voor met de groep. Ja. En de rest... ja, alleen op dit moment focus ik me ook gewoon echt op mijn eigen ding. Ja. Hier maar eens. Yes, thanks. You're welcome. Moest je die nog oprollen of zo? Ja. Een kwartier weg. Nou, doe eens even normaal. Je kan ook even normaal praten tegen mij, vriend. Ik kom zo wel even kijken. Doe rustig aan en denk er even over na. En stel je gedachten even open voor een situatie waarin je even wat minder druk maakt om het groepsbelang. En iets meer denkt om Mariska en haar toekomst straks buiten. Ja. Waarbij je hier, al zou het nog 2 maanden zijn, iets op kan bouwen. Snap je? Dit is wel het platform waarvan, als ik voor mezelf spreek, de eerste keer heb ik echt alleen maar dingen voor de groep gedaan. Dan ga je uiteindelijk weg en dan bedenk je hebt toch ook al een keer eerder je 24 uur aangevraagd? Wat? Je hebt toch ook al een keer eerder je 24 uur aangevraagd? Ik heb wel al vaker gezegd dat ik naar huis zou gaan. Ja. Ja, 24 uur aanvragen niet. Maar ik heb wel gezegd ik ga naar huis toe. En dan ben ik gewoon teruggekomen. Ja, dat moet toch kunnen? Ja. Dat maakt toch allemaal niet uit? Dat is geen zwakte. Dan heb je gewoon je keuze heroverwogen. En je kan je ook op andere dingen de komende maanden gaan focussen. En als je dan uiteindelijk over een paar weken alsnog gaat, ga je alsnog. Maar er zijn dingen waar je nadenkt over je toekomst buiten. Kijk, nu moet je weer gaan solliciteren. Maar als je nu de ruimte neemt om dat nog uit te stellen en voor jezelf te gaan kijken, wat ga ik doen hier? Waar ik de rest van mijn leven nog wat aan heb. Een bepaalde fundering leggen. Probeer die focus gewoon te verleggen. En je hoeft niet elk gat wat er valt te vullen. En daarbij jezelf voorbij te gaan, want dat is wat je op dit moment doet. De privéboodschappen werden opgefokt en je lost het op. En dat is mooi. Vindt iedereen leuk. En meer hoor je er helemaal niet over. Maar uiteindelijk ga jij er een onderdoor. Oh nee, dat vind ik het leukste dat er is. Doe even rustig aan. En denk er even over na en stel het in ieder geval even een weekje uit. Kijk je dan wel weer. Maak je even een plan voor jezelf.